Ja. En net begin van de week was het weer glad in het land. Dus abonnees misten ook deze week op maandag weer de krant. Ook de GGD's hadden last van koning winter. Heel de maandagochtend waren er geen testen en geen prikken. Dan de avondklok, waar zal ik beginnen? Een rechter in Den Haag liet die klok stoppen met tikken. Het kabinet had een verkeerde wet gebruikt. En toen dat nieuws bekend werd, toen brak ze wat de pleuris uit. De avondklok ging aan een zijde draadje. Maar uit de hoge hoed wist de staat nog een konijn te halen. Een zogeheten turbospoedappel zette de uitspraak van de rechter in één keer buitenspel. Een domper voor Jeroen Pols en Willem Engel, die wel weet dat er maar nu niks hebben hangen aan de hengel. Deze mannen willen dolgraag weer een vrij land, maar de uitspraak in het hoge beroep komt pas op vrijdag. Tot die tijd zitten we sowieso nog opgehokt. En is er al een nieuwe spoedwet voor de avondklok? Dus zelfs als virus waar in deze zaak zal winnen, zitten we s'avonds maar 9 uur voorlopig nog wel binnen. Waar moet ik verder over praten? Oh ja, Bokke Hoekstra, die ging een rondje schaatsen. Met Sven Kramer en daarvoor moet hij zich schamen. Want hij besloot de regeltjes te lappen aan zijn laarzen. En in de zaak van de Ruinewoldse vader overweegt het OM om met proces te staken. Zijn kinderen die willen dat ze hem nog gaan vervolgen. Want als hun vader vrijkomt is dat niet zonder gevolgen. Middelbare scholen willen weer fysieke lessen. In hun ogen moet dat kunnen door met regelmatig testen. En is er op school te weinig ruimte in lokalen. Willen ze naar het theater of de bioscoop verplaatsen. Dat noem ik denken in mogelijkheden. Zoals gedaan werd bij de schaatsstof langs alle Friese steden. En er was een volle zaal in Beatrix Theater. En bij het voetbal willen ze publiek weer toe gaan laten. Uit die test moet blijken wat er mogelijk is. En dat is mooi, want langzaamaan komt de lente in zicht. We kijken uit naar al het moois dat nog gaat komen. En naar de festivals en door de deze zomer. Maar eerst een paar mooie dikke dagen. Waarop we buiten kunnen lopen zonder jas te dragen. Laten we net als met de koude gaan genieten. En niet te veel denken aan dat virus.